Welkom bij de uitleg en playthrough van Cross Clues. Force Clues is een heel eenvoudig partiespel. Dus de uitleg zal niet heel lang op zich laten wachten. Dat scheelt. Ik leg deze even aan de kant en laten we even kijken hoe het speelbord, laten we het maar even noemen, eruit ziet. Je ziet hier allemaal woorden met letters erbij en hier allemaal woorden met cijfers erbij. En je gaat eigenlijk proberen een hint te geven die verwijst naar een kruispunt. Dus je hebt allemaal kaarten. Ik zal er even één laten zien die ik niet in mijn hand heb. Bijvoorbeeld A4. En die verwijst dus naar het kruispunt A4. ...en vier. Dus in dit geval octopus oh. en aarde. Dus dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen als hint... ...want de andere spelers moeten nog raden... ...welk kaartje ik in mijn hand heb... ...zou ik bijvoorbeeld als slechte hint kunnen noemen... ...dier. Want een octopus is een dier... ...en op de aarde leven dieren. Top, hè? Dus in dat geval gaat iedereen nadenken van oké okay, welke zouden kunnen bedoelen. Ze wijzen iedereen aan en als het goed is dan komt die daar te liggen en scoort dat als een punt. En als die niet goed is ja dan wordt hij helaas afgelegd en omgedraaid. Dus zo ga je eigenlijk proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen. Yes, dan waar verschillen? Dat is wel zo eerlijk. Is wel zo eerlijk inderdaad. Met twee spelers heb je wat meer kaarten in hand. Normaal heb je maar één kaart in hand. En met twee spelers hebben we allebei twee kaarten in hand. Dus ja, dit is al de uitleg. Uh, ben je er klaar voor? Nee, maar nee, ik ga het wel doen. Ik ook niet. Uh, Waar gaat er dus dus beginnen? Uh, ik wil op zich gewoon beginnen. Uh -huh. uh. Nou, helemaal top. Ga ik ook ondertussen even nadenken over de kaarten die ik in mijn hand heb? Ik vind heb. het zo rot dat het maar één woord mag zijn en dat het ook een bestaand woord mag zijn. Ja, dat is heel vervelend. Dat zou fijn zijn als je oor een ja. octopus, dat je daar bijvoorbeeld ooropus van zou kunnen maken. Precies. Dat is tenminste duidelijk. Ja. Je moet je kaart bijhouden, Geert? Anders kan ik het zien. Dat maakt het okay. makkelijker. Oké. Um, mm. Oh, heet zo'n ding nou. Oh nee. Bluswagen. Bluswagen? Eens even kijken. Nou, dat is in principe een bus. Dat is van de brandweer, dus dat doe je met een groep, maar dat lijkt me wat vergezocht. En daarnaast zit het bij de brandweer. Ik vind het, als het tenminste D1 is, ja. is het een hele goede hint. Is ook veruit de makkelijkste kaart wat ik in mijn handen had. Oké, okay, dan ga ik eens even nadenken, want ik heb, er, ik heb er twee die ik wel. Ik heb een vind. goede hint. Oh, ik heb ook, denk ik, ik denk dat dit ook een goede hint is. Mijn hint is namelijk water. 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 Nou, brandweer natuurlijk. Oh, dan zul je wel voor de elementen gaan: aarde en brandweer. Kijk, nou, dat klopt helemaal. Yes! Hier, goed begint okay. dit. Ja, ja. Uitspuiten. Uitspuiten. Dan denk ik dat je weer gaat voor brandweer. En je kunt ook je oor uitspuiten. Als het ja, 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 ja. Is, met de brandweer zitten we goed. Ja, dat is een ja, uh, goede ja. hint. Uh. Maar die is bijna op. Dan geef ik de briljante hint. En ik, ik denk dat je het direct door hebt. Namelijk dier. 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 Octopus. Oh. Hahaha. <laughs> ha, ha. Octopus aarde. Ja. ja, ik wil toch. Ik denk dat het oorworm Oh ja, dat maar, snap ik. Ja, dat, ja, was maar, ik. Okay. dat is niet goed. In dit Mijn geval. hint. Ridders. Ridders. Nou, dan denk ik dat je gaat voor een harnas. En. Nu wordt het even lastig. Want in principe zaten de ridders is een groep. Dus dan ga ik voor C3. Ja, precies. Wat een We wat, zijn snel het is ongelooflijk. Oké, okay, dan ga ik. Soms zit ik echt minuten na te denken en dan weet ik het nog niet. Even denken hoor. Uh, ik hoop dat dit één woord is. En anders sorry. Namelijk hoofdbeschermer. Ja, dat is één woord. Nou, kijk, heel fijn. Dan ga ik voor een oorharnas. Ja, je, je, het bekende oornharnas. Bij ja. <laughs> de dus altijd heel bijna, ja, blij voor mee. Ja, maar als waren. je een zwaard in je oor krijgt. Precies. Dat is heel belangrijk. Dat gebeurt wel eens. Oké, okay, kijk, nu wordt het ingewikkeld. Want nu weet ik het even niet ah, meer. dan wordt nu getwijfeld, zie ja. ik. En meestal, als er getwijfeld wordt, dan, ja, dan, word uh, dan, het dan gaat niet het fout eigenlijk. Dus het, het is nu al een hopeloze zaak. Maar dan kan ik ondertussen wel even vertellen hoeveel punten we eigenlijk nodig hebben om het goed te scoren. Dan moet ik even de handleiding erbij pakken. Want er staat namelijk aan de achterkant van het boekje staat dan een aantal punten die je moet zien te halen. En wij spelen de klassieke variant, dat is 4 bij 4 En het kan ook 5 bij 5 zijn als je er meer wil hebben. Dus om het goed te hebben, moeten we er minimaal 12 goed hebben. En we hebben er ja. tot nu toe 6. Ja, we waren goed bezig, maar nu wordt het moeilijker. Want nu zijn alle makkelijke brandweer eruit. Ja, dat is wel een nadeel. Ja. Oké, okay. klavertjes. Klavertjes, nou dat gaat natuurlijk sowieso voor geluk. En je zou kunnen zeggen dat, en ik denk dat het daarop <laughs> neerkomt, dat de klavertjes in een groep zitten. Ja, dus daar ga ja, ik voor ja. B. Net als de riddertjes. Drie. Net als de riddertjes, <laughs> inderdaad. Even zien, dan ga ik voor even denken. Nee, dit is. Ik ja, bedenk het, is, mijn, het wordt nu moeilijker. Ik bedenk nu opeens dat dit een, een slechte hint is. Daar... Ik heb ook nu twee woorden bij elkaar waarvan ik denk, maar dit, dit kan gewoon niet bij elkaar. Ik ga voor vakantiereis. Vakantiereis. Groep. Maar groep geluk al niet meer. Dat was inderdaad <laughs> de reden dat ik hem nu noem. Of je gaat met de bus. Hey, geluk zoeken met de bus. Hé, hey, geluk oh, zoeken met de bus. Klopt ja, helemaal. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Mannetjes. Ma mannen, nee, mannen. 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 Echt, mannen. Okay. mannen. Nou, ik, mijn vooroordeel is dan dat vroeger. Uh, oh. Ah. Ja, ja, ja. Kijk, ja. Het, het voordeel is natuurlijk wel dat bij de brandweer, tenminste vroeger, voornamelijk mannen zaten. Dus dan ga ik voor een brandweergroep D3. Ja, ja dit dus is, is, is zo generaliserend en ouderwets als en het dan maar ik kan. En dat maakt helemaal niet uit. Maar ik kon geen één woord bedenken wat alles omvatte. Maar dat, bij deze spellen mag dat ja, soms, precies. vind ik. Even kijken, dan ga ik voor... Oh, oh ja, dit zou kunnen. Ga ik voor Klavertje. Oh, dus nu is het één klaar. Nu is het een. Nou, die staat ja. in de aarde, denk die ik. Staat in de aarde, klopt helemaal. Oké. Okay. Tank. 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 Oké. Okay. Het tank is, een, is denk ik een bushamas. Oké. Daar ga ik voor. Nu wil ik ze ook allemaal goed, hè? Ja. Dan ga ik voor vissen. Oké, okay. wel Vissen. Ik, ik ben ondertussen ook nog aan. Ja, dat is dus die octopusgroep. Ja, en octopusgroep, klopt helemaal. Oké. Okay. Okay. Ja, dit is dit nu is wordt het, het wordt wel steeds makkelijker. Maar dat, op een gegeven mogen moment kan het ook uitroepen. Uitroepen? En nou, kijk, staan. Als het één woord is. Van mij mag het, joh. Het is maar een playthrough. We proberen het gewoon goed te doen. Dan. Oh. Oh, je weet. Dit is dus je hint. Dit hè? is de hint. Oké. Okay. Ja. Uh, o oh is zo van. Ah, ik ben zo gelukkig. Denk ik. Nee, o, oh, niet a. O oh is niet a. Oh, zeg ik, oh, moet je niet zeggen verbazing. is van a. Oh, als in ik kom een, een octopus in de bus tegen. Oh, nee, dat is niet wat je bedoelt. Uh, ik, ik, ik vind dit een hele slechte hint. Mag ik dat zeggen? Nee, dit is geen slechte hint. Dit is geen slechte hint. Oh. oh, zou het? Oh, is het zo omdat beide woorden met een o beginnen dat het, het octopus oor is en? Ja? Mensen, dit mag niet. Je mag ook niet als hint geven: B2 of zo. Nee, maar ik denk dat dit A2 is. Oké, okay, we hebben hem niet. Ja, eruit. Okay, okay. ik ben oké. Okay. Dan ga ik nu voor. Even maar... denken. Hmm. Ga ik voor. Staal. Staal? Staal. Taal. Oh, harnas, aarde. Ja. Geen deel. Oh, het het Oké, okay, ik heb maken. er dus nog één. Ja. Maar oh, dit is een... we... we hebben een fout gemaakt. <laughs> ik denk B2. <laughs> en dan denk jij, denk ik A1. Ja, ik ook, ja. Maar, maar hoe zat het ook weer aan het einde? Want ja, dit, aan het einde... Hier zijn wel regels ja. voor. Hier zijn regels voor. Het eindigt, het kan op twee manieren eindigen. Als de tijd op is, jij ja, normaal speel je eigenlijk met een zandloop, maar dat vinden wij nooit zo leuk. En nee, toegegeven, we hebben het nu snel gedaan. Ja. Of de trekstap is leeg en de spelers hebben geen kaarten meer op hand. Dus het eind is het ook gewoon makkelijker. Dus je krijgt echt? Dan, Wat ja. suf met z'n tweeën? Een beetje de dag gewoon. Uh, hoe dan ook, even kijken. Uh, we hebben dus even zien. Meer dan 15 goed. Prima. Een uitstekende score. Jullie lijken wel telepathie te gebruiken. Dat dacht ik. Telepathisch nou. zijn wij echt. Nou, dit is hoe je Cross Clue speelt. Wij vinden het heel leuk. Het is nog leuker met meer mensen hoor. Vooral als mensen hints gaan bedenken waarvoor je dan denkt. Nou, discutabel zoals. Oh. Precies. Maar goed, Cross Clues is gewoon echt een leuk uh, partyspel. Ook voor de liefhebbers, eigenlijk voornamelijk misschien wel voor de liefhebbers van codenames. Ja. Want ook daar moet je koppelingen maken tussen woorden. Dus daar zit het erg mee te maken. Het is gewoon een heel sterk spel. Dus dikke aanrader is Cross Clues. En Nederlands.